Goed mensen, ik ben Sam. Leuk dat je kijkt naar dag 105 van deze PM Survival. Ik heb zin in, ik hoop jullie ook zin in hebben. Jullie hebben sowieso de webcam geunlocked, jongens. Gefeliciteerd ermee. Ja, weet ik veel wat ik moet zeggen. Gefeliciteerd of zo. I don't know. We hebben de medium challenge hebben geunlocked. Want we hebben ongeveer 9000, iets van 9200 likes gehaald. Ongeveer. En dat betekent gewoon een medium challenge. En die challenge is eigenlijk, ja, kan je het een challenge noemen? Ja, je kan het wel een beetje een challenge noemen. Ik ging een beetje door de comments en ik zag een hele leuke. Sam, ga in je badjas gaan, of je pyjama, ga je daarin opnemen. Nou, ik zit nu lekker om 10:30 in de avond. Ik moet wel een beetje stil zijn, want iedereen ligt buiten te slapen. Nou, niet buiten slapen, maar anders horen mijn buren me schreeuwen. En dat willen ze ook weer niet, want hun willen ook chill slapen. Maar dan zit ik dan lekker een avond lekker op te nemen. In mijn badjas. En dat is dus een medium challenge, jongens. Dan krijgen jullie ook een beetje... Oh, wacht. Ik moet koppelstone hakken. Ik moet hier niet naartoe. dan krijgen jullie meteen ook een idee. Een beetje qua niveau wat jullie kunnen verwachten van die challenges. Want ik wil natuurlijk niet... Sam ga naar buiten en ga streaken bij 9000 likes. Nou, zo ga ik het niet doen. Het is gewoon eigenlijk een leuk question wat jullie kunnen winnen. Halen, weet ik veel hoe je het wil noemen. Bijvoorbeeld als we dan de 11.000 halen... Dan ga ik bijvoorbeeld gewoon iets vertellen... Over een stuk leven van me... Wat ik iets heb gedaan of zo... Of dan laat ik mijn zusje bijvoorbeeld ineens voor een minuutje voor de webcam staan. Ik denk dat iedereen dat wel graag wil. Gewoon allemaal van die dingetjes. En ik weet al zelfs waarschijnlijk de volgende 9000 likes. De medium challenge dan. Want 7000 likes unlocken jullie de webcam. Dus als jullie... De webcam blijft nu aanstaan totdat... Totdat ik zeg van... Hey, er zijn niet genoeg likes gehaald in die 5 video's. Moet minimaal 7000 zijn. Als jullie dat niet halen, dan gaat het helaas omlaag. Maar ik denk dat het wel te doen is. Ik bedoel, kom op, 7000 likes. Dat gaat prima lukken. Heb ik het gevoel in ieder geval. In ieder geval, jongens, ik ga ook invites weer uitdelen. Die invites ga ik op 2 manieren uitgeven. Want ik ga waarschijnlijk eentje via Twitter doen. En eentje via... Eentje via in-game. Dus dat betekent... Dat ik eentje per video ga weggeven, om zo te zeggen. 1 keer per 5 video's. Dus jullie kunnen sowieso in de comments spammen voor een invite. En een like natuurlijk geven. Want elke 5e van een episode gaat dat natuurlijk gewoon een invite uit. Maar ik ga dus ook eentje op Twitter weggeven. En dan moet je me dus gewoon moet je ons gewoon volgen op Twitter. En geabonneerd zijn en weet ik veel wat. Voor de mensen die geen Twitter hebben, of die geen Twitter mogen aanmaken, ja, helaas dan maar. Maar ik wil mijn Twitter-volgers ook nog wel even iets leuks bieden. En ik denk, dan doen we dit gewoon. Dus het enige wat je hoeft te doen, is me te volgen. En een tweetje sturen van, hey, ik wil in de server. Zo makkelijk is het. Dat is het enige wat je hoeft te doen. Gewoon een tweetje sturen, Sam, ik wil in de server. En dat kan dus alleen maar op de 5e van de aflevering. Want op de dag zelf, als je dat daarna doet of de dag ervoor, dan is het natuurlijk al te laat. Dan heb ik het al opgenomen. En dan is het al gewoon locked. Ik ga sowieso een tweetje terugsturen zodra je hebt gewonnen. En ik doe het dan in de volgende video, dus voor morgen. Zien jullie... De video van... Of dan zien jullie wie er gewonnen heeft die dag. Dus het is gewoon heel makkelijk eigenlijk. Ik heb nu mijn aantal cobblestone wat ik wou. En dan kan ik mooi mijn vloer afmaken. Dan moet ik... Wat moet ik nog meer hebben? Ik moet nog... Glas heb ik nodig. Dus ik denk dat ik wel genoeg zand heb ervoor. Dan... Ik heb de reacties niet doorgespit hoe ik die sandstone dingen moet maken. Maar ik heb zomaar het gevoel dat ik wel weet hoe ik moet doen. Want ik zag het eigenlijk ook niet echt in een reactie staan, eerlijk gezegd. Maar dat komt dan wel. Die zag ik serieus nog net hier niet staan. Oké, weet je wat? Ik weet niet wie dit doet. Maar laten we gaan hem uitdagen. Ik wil weten wie het doet. Ik wil gewoon... Ik ga hem een beetje opfokken, oké, jongens? Oké. Laat jezelf eens zien dan. Ben je bang? Oké, dan doen we dit.
En dan moeten we even een paar stickies hebben. Laten we maar niet gaan uitdagen. Dude, hij zit daar met pijlen te schieten of zo. Oh, kut. Oh, shit. S. Weg! Weg ermee! Wat de fuck? Wie schiet hier met pijlen? Dude, wacht. Ik zie serieus niemand. Oké, de pijlen zitten... Zo, dus hij moet hier vandaan komen of zo. Hij kan daaronder niet, kan hij niet zitten. What the fuck? Dude. Dit is gewoon serieus fucking creepy, man. Holy shit. Holy shit. Ik stop mijn iron erin. Of mijn cobblestone erin. Hoppakee. Ja, ik moet toch maar gewoon verder gaan. Ik kan toch niet blijven hangen hier. Even kijken hoe ik dit maak. Ik denk zo. Oh, nu maak ik smooth en zo'n chiseled. Ik weet niet hoe je chiseled maakt. Hoe maak je chiseled sandstone? Ik weet het echt niet. Ik weet het serieus echt niet. Ik denk misschien wellicht kan je niet eens maken. Krijg je het alleen maar van een ding. Weet ik ook niet. Oh. Daar heb ik niet echt veel aan. in plaats van sandstone in een dingetje. Als het goed is, sandstone slabs op elkaar. Twee slabs boven elkaar. Oh, dat kan ik doen. Dat is niet zo moeilijk om te doen. Weet je, dat ga ik ook meteen fixen. Weet je, weg met die heads. Get out of here. Na 3 jaar Minecraft weet ik het nog steeds niet. Lol. Ik doe al 3 jaar lang Minecraft. Ik weet nog steeds niet hoe je sandstone dingetjes maakt. Damn it. Ik moet even... Zo. There we go. Sandstone sloppy. Dus zo of zo? Of was het zo? Oh, kijk. Oh, dat is nog wat chiller. Kijk, hoppakee. Dan hebben we gewoon 1 hele stack smooth. Smoosh. Smoosh. Wat zegt dat altijd smoosh? Smooshstone. Smoosh. Smoosh stone. There you go. Dan wil ik dit een en al met chisel doen. Want dat ziet er wel vet uit. En de bovenkant wil ik dan... Oh ja, dit gaat er echt super gaaf uitzien. En de bovenkant wil ik een en al met smoosh stone. Smoosh stone. Ik noem het nu ook gewoon smoosh stone. Want Wart zegt... Ik weet niet of hij het goed kan uitspreken of zo. Maar ik denk het wel. Maar hij zegt altijd smoosh stone. Smoosh. 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 No why. Even kijken, dit ga ik helemaal rondom doen. Even kijken, dan moet ik het wel goed fixen natuurlijk. Zo, oh, daar heb ik echt heel veel van nodig, denk ik. Heb ik heel veel smoothstone nodig. Oké, ik hou wel op. Oh, maar dat gaat er echt heel gaaf uitzien. En dan is het eigenlijk ook een heel open huis. En dat is juist wel leuk. Want dat creëert wel een leuk gevoel ook. Dat is niet echt zo'n dicht huis waar je echt denkt van, meh, kan hier niks. Oh, shit, ik ben gevallen. Hoe kom ik hieruit? Heb ik nog wat blokken? Nee, ik heb hier nog een zandblokje. Oh shit, het wordt avond. Oh man, is het dan wel handig om hier buiten te blijven? Want dan zat hier een geest. Dude, het is hier zo eng, hè? Oh ja, vinden jullie trouwens de chat irritant? Want, ik had... Jezus. Ik had een paar reacties gelezen waar mensen zeiden van... Sam, ik wil graag dat de chat uitgaat. Spoke dat. Ja man, het is niet chill. Het is echt best wel creepy. Oh, I don't know. Spoiler alert. Ja, echt zo. Oh, mijn god. Gelukkig heb ik Ruben. Ruben kan, dacht ik, wel hier naartoe. Ik heb morale steun nodig van Ruben. Oh, god. Ruben. What? Jeez, shit! No way! Get out of here! Get out of here! Nee, die komen alleen maar voor een fortress. Dat kan niet. Ik heb morale steun nodig. Hè, qua... Ik heb misschien wel steun van jullie nodig, jongens. Denk jij dat je mij kan helpen? Dan graag. Holy shit. Dit is echt niet chill.
Nee, man. Ik ga naar binnen. Ik ga naar binnen. Dit is echt niet goed. Ik ga slapen. Ik ga slapen. Holy shit. Dit is niet... Ik ga gewoon slapen. En dan is het... Als het goed is, moet alles gewoon weer weg zijn. Hoop ik. Hoop ik dan. Oké. Het is dag. Chill. Oké, maar nu. Nu moet ik mijn huis verder maken. Ik ga mijn huis verder maken. Het wordt dan dus een soort open huis. En dat vind ik wel chill. Dat geeft zo'n vrolijk gevoel. Je komt binnen. Het is, overal is het licht. En hoppakee, weet je. Je gaat gewoon lekker je gang. Je gaat pakken wat je nodig hebt. En hoppakee. En dat vind ik juist zo chiller aan. Ik denk dat ik aan deze kant deur ga maken. Want dan kan ik zo direct daar naartoe lopen. Dat wordt mijn kleine schuurtje, denk ik. Moet ik wel misschien een beetje veranderen. Want hij ziet er natuurlijk niet mooi uit. David heeft hem gemaakt. Maar op zich, het is een heel mooi startersdingetje. Ik bedoel, als ik niks had, jongen, dan werd ik net helemaal doodgeschoten door die arrows. Ik bedoel maar, holy shit. Oh, kut, het komt niet goed uit. Dan moet ik deze, denk ik, 4 gewoon doen. 1, tenminste. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Wacht, dan moet ik het hier doen, eentje, hè? Denk ik. Dan is die weer 3. Oh, shit. Oh god, nee, laat me eruit. wat nou als ik deze 3 doe? Want die zijn allemaal 2. Dus 3 ertussen. 2, 3. 1, 2, 3. En dan 1, 2, 3. Kom je weer niet goed uit. Dan heb ik een betere idee. Want hier komt natuurlijk mijn deur. Dus wat nou als ik gewoon... pak ik gewoon even 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Dat zijn de... Ik ga het gewoon negeren. Dat zijn de 13. Dus dat betekent dat 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hier is ongeveer het midden. Dus als ik dan... Oké, dat was het midden, zo. Als ik ongeveer zo ga doen... Hoppakee. Dan kan ik hier een mooi 2 gangdeuren in maken. Oh, dan kan ik trouwens ook gewoon dit dubbel maken. Dat staat wel vet. Dan wordt dit een nog glas en dan komt daar de deur. Dat ziet er wel gruwelijk uit. Kan je hier inlopen. En dan moet ik eigenlijk hier iets anders doen. Want dit kan natuurlijk niet. Dus 2. En dan misschien 1 of zo. Kijken. 2. 1. En dan weer eentje ertussen. Nou, dit ziet er prima uit, toch? Dan gaan we daartussen gaan we glas over doen. Ik wil hier een klein deurtje dan zo direct naar mijn schuurtje. Dan ga ik de ondergrond ga ik nog even fixen. NCP notify off. Zo, dan zien we dat rare gebeuren niet meer. Hier zijn we daar ook weer een beetje vanaf. Oh, het wordt een beetje warm hier. Ik heb hier zo'n gloeilamp naast me staan, jongens. En dat is ontiegelijk heet. Dat is echt... En dan heb je ook nog een badjas aan, hè. Holy shit. Ja, nou, alles voor PM Army, toch, jongens? Ik ga dit afmaken en dan ga ik maar weer stoppen. Want dat moet het natuurlijk weer het einde van de video. Dus jongens, bedankt voor het kijken van deze aflevering. Als je het leuk vond, vergeet dan niet op dat groene duimpje te klikken. Binnenkort gaat de PM-server helemaal veranderen. We gaan een hele leuke ervaring brengen aan de PvP-wereld ook nog. Dus als je nog niet op de PvP-wereld zit... Of zit jij wel... Of op de PM-server, sorry. Als jij niet op de PM-server zit... En je wilt wel in de PvP-wereld meedoen en zo. En de minigames bijvoorbeeld. Dan zorg dat je een kitje koopt... Want de PvP-wereld, of de minigame-wereld gaat sowieso, wordt het whitelist-free. Dus dat betekent dat er geen whitelist op komt. Super chill, dus kan iedereen spelen. Geen cracked, want cracked bestaat niet meer. En de PvP-wereld wordt wel voor betaalde spelers en invite-spelers. Dus jongens, ik hoop dat jullie gewoon lekker gezellig hierop komen. Het kan gewoon gezellig worden. Jongens, bedankt voor het kijken van deze aflevering, de aflevering. I don't know. Ik ben niet zo goed in Nederlands. Ik spreek het wel dagelijks, maar I don't know. Jongens, bedankt voor het kijken. En het enige wat ik kan zeggen is... Peace!